Moet je even mijn buik weer houden, maar zo, een smalle... Is het zo erg? Nou ja, ik zou smalle kunnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn net open. Ja, zeker. Ja, van 9 uur nu. Officieel geopend, ook in Middelburg. Ja. Ja, maar jullie zitten ook al in Vlissingen. Klopt. Maar vertel eens even wie jullie zijn, want jullie zijn met z'n drieën, toch? We zijn met z'n drieën. Ik ben Sander, dat is Maaike. Ja. En Marjolein is er niet, maar die staat in Vlissingen nu. Ja, en hoe gaan jullie dat sowieso doen? Staan jullie altijd hier of wisselen jullie dat af? Afwisselen. Ik sta hier altijd. Ja, ik hier vast. Want ik zag op Facebook dat jullie ook de inkopen zijn gaan doen van Middelburg. Ja, klopt, ja. Dus jullie zijn allemaal gelijkwaardige medewerkers. Hè? Nou ja, we zijn allemaal gelijkwaardig. Alle drie gewoon. Ja, nou ja, dan ben je zeker gelijkwaardig. Ja, absoluut. Hey, en wat natuurlijk een interessante vraag is, waarom zijn jullie ook in Middelburg geopend? Betekent dat dat het zo goed gaat of vinden jullie gewoon Middelburg zo fijn? Middelburg is en heel fijn en het gaat gewoon heel goed. Ja. Dus we denken, nou, we doen een stapje verder. En in Middelburg zitten niet heel veel planten. En wij hebben meer kamerplanten, zeg maar, dan snijbloemen. Maar jullie zijn start with dirt, with is dat zo'n lekker woordje. Ja. Maar het is ook meer dan alleen maar gewoon planten en bloemen. Maar jullie, wat is jullie concept eigenlijk? Het concept is dat we zoveel mogelijk op duurzaam gaan. Dus planten die we hebben zijn zoveel mogelijk duurzaam gekweekt. Dus op biologische potgrond, dat soort dingen. We gebruiken geen plastic. Hallo. Hallo. Alles is van papier. We hebben ook papier, inpakpapier, papieren tasjes. Ja. Alles wordt hergebruikt, hergeknipt. Dus het milieu speelt bij jullie zeker een belangrijke rol. Ja. Ik heb me daar ook nooit bij stilgesteld. Want ik dacht, planten zijn toch altijd biologisch of duurzaam. Maar dat, zo werkt het niet altijd. Helaas, dat werkt niet. Maar zullen we even samen rondkijken? Kunnen jullie vertellen wat we zien? Want ik zie hier, jullie hebben ook bloemen. Naarmate de vraag meer wordt, kunnen we er altijd nog snijden. Ja, maar dat ligt er een beetje aan. Er zijn best wel wat bloemenzaken, precies. Plantenzaken wat minder, denk ik. Plantenzaken minder, dus daarom zijn we echt op de plantenzaken zitten. Nou, en dit was de ruimte van BMK, die zijn een paar deuren verder nu. Ja, precies. Ja, het is een geweldig mooie ruimte. Heel weinig aan het doen, het is echt gewoon precies onze smaak. Het sluit heel aan op de stijl die we in Vlissingen ook al hebben. Ja, daar ben ik eerder gezegd nog nooit geweest. Oh ja, het is echt wel de... Ik heb met Marjolein een keer contact gehad met deze mee en wij zijn de actie als Vlissingse. Ja. Oh, we hebben bij het station afgesproken, maar... Ja, het is een beetje dezelfde stijl als wat we in Vlissingen hebben. En dat brengen we gewoon zo door. Gewoon lekker. En natuurlijk zou je zeggen ja, maar jullie zijn ook een betaalbare plantenzaak. Dus want ik kan me wel voorstellen dat als het allemaal duurzaam is, dat er dan terug wat meer arbeid en zo in zit. Ja, er zit wel meer arbeid in, maar op zich valt het wel mee qua prijs. Ja, tenminste, wij vinden het als inkoper en bloemist wel meevallen. Ja, goed. We kunnen niet in iedereen zijn portemonnee kijken natuurlijk, maar we hebben wel speciale planten en die zie je niet overal. Ja, maar kan je daar eens voorbeelden van geven? Want ik vind een plant een plant, ik ben geen kenner. Kijk, ik vind deze wel heel mooi, trouwens. Dat is een Rypsalis. Ja. Rypsalis? Rypsalis is een hanger. Dat schilderij vind ik ook altijd heel mooi, wat er nog in zit. Ja, die stond daar nog. Ja, dat vind ik heel mooi. Acacia, een paar verschillende acacia's. Alcacia Sinina, lijkt een beetje op de zebra, zeg maar. Die zie je niet overal in deze grootte. En dan hebben we zwarte nog. Dat is heel mooi. En dat vind ik dan ook wel weer grappig. De bank is verkocht. Dat van BMK. Die was dan van BMK. Ja. Die heeft ze laten staan, dat ze even geen plek voor zijn. Nou, laat maar lekker staan hoor. Maar het is niet dat jullie ook nog meubeltjes of zo van hun gaan verkopen? Nee, absoluut niet. Het is wel zo erg, of je het heel mooi daar neem het mee en dan zoeken we wel weer wat anders. Ja, nou, het ziet hartstikke leuk uit, toch? Ja. En wat zijn jullie openingstijden en andere details heb je? Sowieso zaterdag gaan we om 9 uur open tot een uur of 5. Dus het ligt er een beetje aan. Zijn er nog klanten binnen, dan wachten we altijd even. Maar ik denk dat de openingstijden wel vanaf een half uur of half 10 worden. Ja. Dan willen we dicht blijven en dan gaan we inkopen doen. En de rest van de week gewoon open. En doen jullie mee met de koopzonwagen? Ja, dat doen we wel aan mee. Zeker omdat ze maar één keer per maand zijn en wat extra dagen is het geen probleem. Maar ja. De
op zondag lang niet. Ja, en ja, je begint natuurlijk wel gelijk een beetje rommelige maand. December is altijd een beetje... Ja, ja, zo hectisch, maar wel heel gezellig. Ja, doe je nog kerstbomen? Ik zie daar van voren zie ik er wel eentje staan. Ja, we hebben er eentje gezien. Maar nee, dat is niet je de business. Nee, hoor, nee. Nee. Verder nog boodschappen, geheimtjes om te delen? Nee, ja, volg ons. We hebben Instagram, we hebben Facebook. Daar delen jullie alles, ja. En iedereen is uiteraard van harte welkom. Iedereen is welkom, ja. Nou, dan rest mij niks op te zeggen. Van harte welkom in Middelburg en veel succes met jullie zaken. Dat is en, als je nog eens wat leuks hebt, laat het me weten. Dat gaan we doen. Oké, dankjewel.